Dan wil ik nu graag het woord geven aan de heer Voor de Wind van de partij ChristenUnie. Beste mensen, je zou bijna denken met dit weer dat de hemel met u meehuilt. In ieder geval, de Kamer leeft met u mee vandaag. 50 jaar herinnering. En ook een jaar geleden moeten we denken, 19 oktober, aan de slachtoffers die er toen weer zijn gevallen. En de martelvideo's die ook op internet te zien zijn. En ook afgelopen jaar weer weten we dat er slachtoffers zijn gevallen. En zelfs vandaag, ik hoor net 3 doden, 2 doden, 3 doden. Het nieuws komt tot ons vanuit Papua. En wij huilen met u mee. Maar, beste mensen, we huilen niet alleen met u mee. Wij denken ook met u mee. En we blijven u steunen. Want 10 jaar geleden is de autonomiewet aangenomen. En ik vind het God geklaagd dat die autonomiewet en het hele hulppakket wat erbij hoorde, dat die nog steeds niet tot implementatie is gekomen. En daarom heeft de Kamer ook gisteren weer een motie aangenomen om daar vaart achter te zetten. Dat de hulporganisaties vrijelijk hun werk kunnen doen. Niet alleen de hulporganisaties elders, maar ook de Nederlandse hulporganisaties, ICO, Kerk in Actie en anderen. Die zullen en moeten vrijelijk hun werk kunnen doen, zodat ze u en uw mensen daar kunnen steunen. En het is ook onacceptabel dat mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International tot op de dag van vandaag de toegang tot Papua wordt geweigerd. Met collega's waren wij 2 jaar geleden in Indonesië en hadden we de wens kenbaar gemaakt om ook Papua te bezoeken. En de toegang tot Papua werd ons helaas geweigerd. Maar ook wij, Kamerleden, geven niet op. En wij blijven aandringen om een bezoek te brengen aan uw volk. Want, zoals toen ook werd gezegd, uw volk is mijn volk. En dan weet u waar ik het over heb. En we blijven u dan ook steunen als ChristenUnie, als Kamerleden, partijbreed. En dat gaat vandaag, maar dat gaat ook morgen door. En wij bidden voor de vrede op Papua, zodat u uw culturele rechten, uw religieuze rechten vrijelijk kan uitoefenen. Het geweld, de onderdrukking moet stoppen en u heeft recht op de welvaartsverdeling in uw eigen gebied. En daar blijven we ons voor inzetten. God zegen u. Bedankt. Dank u wel, meneer Voor de Wind, voordat u weggaat. Nou, ik wil u ook namens een trotse volk hartelijk bedanken voor uw tijd. Hierbij een certificaat en een vlag van de Papua's. Vergeet ons niet. Zal ik niet doen.